Er is een nieuwe compositie gemaakt op deze nieuwe vertaling van het Onze Vader. Omdat natuurlijk de huidige composities een andere tekst hebben. Die kun je niet meer zingen. Dus dan moet je zorgen dat er iets nieuws komt. En daarom is ook besloten om met meerdere nieuwe zettingen te komen binnenkort. En één daarvan hebben we vanavond opgenomen. En dat is een melodie die gebaseerd is op een Mozarabische oratietoon. Dat is een toon die komt uit het Spaanse Toledo. En die melodie is gebruikt toen de tijd voor een paternoster. In die melodiepatronen heb je sol, la, sol, mi. Dus die dalende terts, dat zit ook vaak gewoon in onze spreekstem. Als wij iemand roepen, dan heb je al vaak een vallende terts. Van kom eens hier. Nou, dat komt ook heel vaak terug in die melodie van het Onze Vader. Dus het zit heel dicht bij de gesproken taal. In de nieuwe orde van de mis is voorzien in 4 nieuwe aanheffen. En voor deze compositie hebben we gebruik gemaakt van 2 ervan. 1 ervan, de eerste, kennen we eigenlijk in het Latijn als aanhef op het paternoster. En gespoord door een gebod van de Heer, en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen. De tweede inleiding die wijst vooral op de geloofsgemeenschap. En die gemeenschap bestaat eigenlijk uit 2 lagen. Een aardse, dat zijn wij, en een hemelse, de heiligen. In gemeenschap verbonden met Christus, durven wij vol vertrouwen bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde verheerlijkt, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop. De komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht.